Rick Kamps, voorzitter van de 3 Oktobervereniging. Ja, tradities zijn belangrijk op 3 oktober en ook voor de 3 Oktobervereniging. Maar toch sleutelen jullie nu aan het recept voor de hutspot, hè? Ja, we zijn daar in ieder geval heel erg over aan het nadenken. En we hebben gisteren in onze algemene ledenvergadering, die wij gedwongen eigenlijk door corona digitaal moesten houden, hebben wij ook bekendgemaakt dat wij heel erg ons best gaan doen om ervoor te zorgen dat wij naast de hutspot die iedereen natuurlijk kent, peen en ui en wat er allemaal bij hoort, nu ook een vegetarische hutspot te maken en als het mogelijk is ook een halal hutspot. En waar komen die berichten vandaan? Wie wil dat graag? Wilden jullie dat zelf of komt het van buiten? Het past heel erg wel bij wat wij zelf ook willen. Het is ook vanuit de vereniging is het gekomen. Er kwam op een gegeven moment, vorig jaar was dat eigenlijk al, de vraag of wij daarover wilden nadenken. En zelfs ook het verzoek of wij over een veganistische hutspot wilden nadenken. Nou heb ik daarover zitten nadenken. Ja, veganistisch is eigenlijk volgens mij niet zo heel ingewikkeld. Dat is volgens mij peen en ui en aardappels. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar we hebben gezegd, dat gaan we nu niet doen. Want het is niet alleen het maken van het product. Het is ook dat je al die duizenden mensen op een bepaalde manier moet kunnen bevoorraden. Om het dan maar zo te zeggen. En dat is nog best wel een klus, denk ik. Ja. Is het in het kader van de tijden veranderen dus het recept voor de hutspot ook? Nou, het recept voor de hutspot blijft precies hetzelfde. Alleen, we gaan het breder aanbieden. Hè. Het is natuurlijk mooi dat we zo breed mogelijk mensen bij die viering en herdenking van Leiders Ontzet kunnen betrekken. En als wij dat op deze manier kunnen doen, dan is dat denk ik alleen maar hartstikke mooi. Beetje laat ook, toch? Laat in welk opzicht? Nou, halal, vegetarisch, dat is al lang aan de gang. Ja, maar je kent het spreekwoord beter laat dan nooit. Ja. Hè? En dus, ja. En hoe gaat het logistiek? Verwachten jullie daar nog problemen mee? Gaat het dit jaar al gebeuren of volgend jaar? Hoe gaat dat? Ja, weet je, daar kunnen we echt geen zinnig woord over zeggen. Kijk, we hebben gisteren ook in onze AVE gezegd, jongens, het is net zoals vorig jaar. Wij gaan er vol voor. Alle programma's die zijn zo dat we ons richten op een viering zoals te doen gebruikelijk. Maar ja, we weten het niet. En we hebben niet gezegd, we gaan op voorhand al overal een streep doorheen zetten. Dus we kijken wat kan. En elke keer als iets niet kan, dan schalen we een beetje af. Dat vraagt heel veel van onze vrijwilligers, dat realiseren we ons, maar we gaan dat toch proberen. En ook een nieuwtje, er komt een hoogleraar in de 3 Oktobervereniging. Ja, die zijn er wel eens vaker geweest. We hebben zelfs ook ooit een hele hooggeleerde heer als voorzitter gehad. Maar nu is het zo dat wij een convenant hebben gesloten met de Universiteit Leiden. En onderdeel daarvan is dat we die wetenschappelijke banden meer willen aanhalen en ook kijken hoe we dat kunnen doen. En onderdeel daarvan is dus dat we een hoogleraar die aan de Universiteit Leiden verbonden is in ons bestuur hebben. Dus dat is hartstikke leuk. En waarom zou je de wetenschappelijke banden willen aanhalen? Nou, niet zozeer de wetenschappelijke banden. Wij willen eigenlijk ook kijken of we samen met de universiteiten die viering en herdenking ook in een meer, toch ook een beetje in een wetenschappelijke context kunnen plaatsen. Hè. We willen alles zo breed mogelijk doen. Dus. En de universiteit is een belangrijk onderdeel van de stad. Hè. Is uiteindelijk aan de stad geschonken als dankbaarheid voor de ontzet en de, zeg maar, de dappere standvastigheid van de Leidenaren. En dus heel veel verbinding met de universiteit. En wij denken dat het heel mooi is om daar ook dus die context aan te geven. En we zien het overigens ook bij op de 3 Oktober Academy op 3 oktober de afgelopen jaren, dat daar veel belangstelling voor is. Nog even terug naar de hutspot. Hoe gaat u hem zelf eten? Ik denk dat ik ze alle drie doe. Ja. Eet smakelijk. Ja, dankjewel.